Tweede punt dat ik wil maken, voorzitter. Een daad van deze staatssecretaris waar mijn fractie zeer negatief over is. En dat is het feit dat het fantasiestaatje Palestina nu in paspoorten terecht gaat komen. Als je geboren bent in Judea of Samaria of in de Gazastrook en je bent Arabier, niet Joods, maar als je bent Arabier, dan kun je het decreet Palestina in je Nederlandse paspoort zetten. Dat is bizar, want er bestaat helemaal geen Palestina als staat. Die is er ook nooit geweest. Het zogenaamde Palestijnse volk is uitgevonden in 1964. Het vreemde is dat het kabinet nu eigenlijk ook kiest voor de verdeling van Jeruzalem. Het geldt alleen voor het centrum, het geldt ook voor het centrum en voor oostelijke Jeruzalem. Bevestigt daarmee de etnische schoonmaak die er in 1948 heeft plaatsgevonden. En het kiest voor een cryptostaatje dat uitgaat van de sharia-wetgeving, dat verboden is voor Joden, waar je beter niet homo kan zijn, want dan heb je, maak je grote kans van een flatgebouw gedonderd te worden. En waar Hamas regeert, zeker meneer Abbas, die voor 4 jaar gekozen is en daar al 14 jaar van geniet. Palestina bestaat niet. En het erge van wat deze staatssecretaris doet, is dat dit een de facto erkenning is van het rare, niet bestaande land Palestina. Dat maar één doel heeft, namelijk de vernietiging van de staat Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten. Een land waar wij een hele dierbare historische band mee hebben. Een zekere verantwoordelijkheid ook. Joop de Nijl zei zeer terecht, de verdediging van Israël is een plicht van het Westen. Zo voelt mijn fractie dit ook. Mijn beleidsmedewerker wil graag Atlantis in zijn paspoort hebben staan als geboorteplaats. Ik kies voor de Efteling, om maar even 2 fantasielanden te noemen. Mogen we fantasielandjes in onze paspoorten gaan doen? Hoe serieus is het paspoort nog? Geldt deze vreemde move ook voor landen die wel iets bezetten? Israël bezet namelijk helemaal niets, maar China bijvoorbeeld bezet Tibet, Marokko, Westelijke Sahara, Turkije, gedeelte van Cyprus. Kan dat straks ook allemaal in paspoorten terechtkomen? Een vreemde move, voorzitter. Het staat ook haaks op het regeerakkoord waarover onderhandeld is op de werkkamer van meneer Knops. 6 weken lang las ik over de 3 regels die in het regeerakkoord terecht zijn gekomen over Israël. Stop hiermee, zou ik willen zeggen.